Hey, welkom bij de Opencash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En vandaag willen we even gaan kijken naar de ETF's. Want ja, vorige week is wel wat om te doen. Ja, verleden week is daar echt heel veel verwarring ontstaan eigenlijk. Er werden meerdere berichten gepost door Coindesk of andere grote nieuwswebsites. ETF dit, ETF dat. Iedereen was in paniek, omdat iedereen dacht, het gaat niet door. Iedereen verwachtte dat de stijging die we hebben gezien vorige week te maken had met de ETF. En dat kan ook heel goed. Maar als je dan ziet staan ETF afgekeurd of ETF uitgesteld, ja, denken mensen gelijk, ja shit, dit is niet goed. Nee, en even kort voor de mensen die misschien nog niet precies weten wat een ETF is. Een ETF is gewoon een... Exchange Traded Fund. Ja, is gewoon een beleggingsproduct waardoor mensen heel laagdrempelig kunnen instappen in een bepaalde markt. Dus dan noem ik maar bijvoorbeeld de crypto. Die kopen dan gewoon via een normale exchange, kopen ze gewoon een pakketje crypto. Ja, we hebben verleden week 3 partijen voorbij zien komen. Ja. Dat is de Winkelvosbroertjes. Ja. Die hadden een aanvraag ingediend voor een ETF. Direction heeft een aanvraag ingediend voor een ETF. En van Eck, de CBOE. Ja. Chicago Board Options Exchange. Ja. Het eerste bericht wat naar buiten kwam was dat de exchange of de ETF van Direction is uitgesteld, is delayed. Dus ja. Iedereen dacht al gelijk, nou lekker hè. Dat goede nieuws, dat is allemaal naar de kloten. Maar Directions is een hele kleine partij. En dat is helemaal niet de ETF waar alle ophef nu over gaat. Of waarom de koersen zo stijgen. Mm-hmm. Prima dat die uitgesteld is. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want dat is niet zo'n groot speler. Maar goed, voor de duidelijkheid. Die is al 3 keer uitgesteld. En die moet 21 september moet daar een besluit over genomen worden. De ETF waar alles om draait. Dat is de ETF van Eck en SolidX. En die wordt 16 augustus beoordeeld. Ja. Of uitgesteld, want die kan nog 3 keer uitgesteld worden. Ja, dus het kan even duren nog. En dat is de ETF die wordt ondersteund door het CBOE. Dat is gewoon 's werelds grootste optieaanbieder op het gebied. Die zijn gespecialiseerd in dit soort producten. Ja, dit is de ETF waar het om draait. Ja. Van Eck heeft 2 keer eerder al een aanvraag gedaan voor een ETF. Die hebben ze zelf ingetrokken, omdat ze niet voldeden aan de eisen van de SEC. Hadden ze zoiets van, oké, dan trekken we hem terug, gaan we die dingen aanpassen. Hebben ze er weer een ingediend, toen was het eigenlijk hetzelfde. En nu hebben ze alle punten die volgens het SEC niet goed waren, hebben ze aangepakt. En zou dat allemaal in kannen en kruiken moeten zijn. Daarom is dit keer de kans ook groter dan voorheen dat deze wel slaagt. Goed, dan hadden we er nog 1. Ja. En dat was de ETF-aanvraag van de Winklevoss broertjes. Nou, degene die ze nog niet kennen, kijk een keer naar Banking on Bitcoin of zoek het even uit. Maar die hebben ook een aanvraag ingediend en die is afgekeurd. Nou, mensen zagen staan ETF rejected, dachten gelijk weer, shit, dit is niet goed. En dat zag je ook heel even terug in de prijs. Of was dat met de... Nee, dat was met deze. Dat was met deze, ja klopt. En dat is een korte, scherpe daling. Ja. En dat was echt gewoon, dat is echt gewoon puur paniek, fut. Zo krijg je ook fut. Heel veel mensen dachten dus, oh, de ETF is uitgesteld, maar de ETF waar alles om draait, waar heel veel reacties op waren, dat is gewoon nog intact. Ja. De 16e wordt daarover besloten wat daarmee gaat gebeuren. Want 45 dagen na aanvraag van zo'n ETF moeten ze daar antwoord op geven. En dat gaat gewoon door. En die kan wel uitgesteld worden nog. Ja. Dus dat kan wel. Kijk, en waarom is nou zo'n ETF zo belangrijk, denk je nu? De ETF, wat ik al eerder aangaf, maakt de instapdrempel zo laagdrempelig dat de markt gigantisch toeneemt. Daarnaast wordt de markt ook interessant voor grotere partijen. En daar is een schatting van als er een ETF komt. De market cap van de crypto die is nu ongeveer 300 miljard. Dat die market cap tot 2 à 3 biljoen kan toenemen. Ja, dan praat je over gewoon een 10x van de totale market cap. Ja, dat is serieus. Dus daarom is een ETF zo belangrijk. En of die er gaat komen, dat is misschien niet de vraag. Ik denk dat meer de vraag is wanneer dit hier gaat komen. Maar dat zeiden ze dus 2 aanvragen geleden ook al bij Van Eck. En nu hebben ze wel alles redelijk op orde. Ja. De kans is vrij groot dat het wel moet lukken. Ja, alleen je moet wel in je achterhoofd houden dat het best wel eens misschien begin volgend jaar ook bijvoorbeeld kan zijn. Want daar kan 3 keer uitgesteld worden tot ergens begin van volgend jaar. Ja. Klopt.
Maar dit gaat zeker, prijsactie teweeg brengen. Ja. Positief dan wel negatief. Zeker weten. Maar voor de mensen die dus gelezen hebben, ETF gaat niet door, ETF dit. We wilden gewoon even met een videootje wat meer duidelijkheid verschaffen hoe dat nou zit met die ETF's. Ja. Want er zijn dus verschillende aanvragen, maar de echte aanvraag waar het allemaal om draait van de CBOE, van Ecosolid X, dat is de aanvraag waar het om draait. En dat is de aanvraag die ook gewoon nog intact is. Ja, en wat gewoon belangrijk is aan dit verhaal, als je een keer iets van nieuws hoort, verifieer dat dan al. Want we zagen inderdaad gewoon net na de uitbraak van dit nieuws, ja, de koersen sprongen naar beneden. Mensen kwamen met de meest vreemde verklaringen. Ja, ik heb ook mensen in Facebookgroepen gesproken die reageerden van, oh jee, de ETF, dit, dat. En dan zei ik, heb je het bericht überhaupt wel gelezen? Ja. Weet je waar dit over gaat? Dit gaat over een hele andere. Oh, nee, nou dan ga ik het eens even lezen. Dan denk ik, ja, je bent al aan het blerren en eigenlijk dus fut aan het verspreiden voordat je überhaupt weet waar het over gaat. Ja. Dus dat is gewoon niet verstandig. Zorg gewoon dat je, als je iets ziet, dat je er even onderzoek naar doet. En of even kijken dat je eigen onderzoek. Ja. Ik denk dat dit ETF's iets duidelijkheid moet geven. Wordt over zeker ook weer ETF's. Vervolgd. Wordt zeker vervolgd. Vond je een leuk filmpje en vind je sowieso leuk wat wij doen? Abonneer even op ons kanaal. Druk even op het belletje. Krijg je een confirmatie als we een nieuw filmpje posten. Vind je het gezellig? Heb je een vraagje? Join ons Discord kanaal. Onderaan het filmpje staat een link. En daar staat ook een link naar onze livestream. Die hebben we elke zaterdag om 11 uur. Moeten we nog meer zeggen? Ja, een kleinigheidje. Pak een t-shirtje er even bij. We hebben een leuke giveaway actie op dit moment. T-shirtje, ons logo erop. Hij doet het eindelijk een keertje redelijk in beeld. Logootje op de borst, logootje op de mouw. Onze merchandise. En wij geven één shirtje weg. Net als vorige week met de cap. En zo proberen we elke keer iets leuks terug te doen voor onze community. Ja. Wil je die winnen? Reageer op de video van de livestream van afgelopen zaterdag. Die is zondag geplaatst. Ja. Reageer op die video. En daaruit pikken wij de volgende livestream. Aankomende zaterdag dus een winnaar. Leuk. Zeker. Ja. Tot de volgende keer. Later.